Goedenavond allemaal, welkom. Ik ben Kati Verest, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En vanavond gaan we het hebben over de Star Wars saga. Het is een extreem bekend verhaal, film. Iedereen heeft er wel een bepaalde associatie mee. En bepaalde feitjes geven ook al aan dat het een enorm populair verhaal is. Zoals de nieuwste film, The Force Awakens, heeft allerlei wereldrecords verbroken. Zoals de meest bekeken trailer op YouTube en de meest winstgevende film in Amerika aller tijden. Maar wat maakt die films nou zo populair? Wat is het geheim achter Star Wars? Daar gaan we het vanavond over hebben. En wie mij daarbij gaan helpen, dat zijn Arjen Klein-Heerbrink en Simon Gusman, promovendi aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. En zij houden zich allebei bezig met hedendaagse Franse filosofie. En die filosofen zullen zij gebruiken om na te gaan denken over dat wat Star Wars zo aantrekkelijk maakt. Dus ik geef graag het woord aan Simon Gusman en Arjen Klein-Heerbrink. Veel plezier. Dankjewel. We gaan het vanavond dus hebben over Star Wars. Mijn eerste grote jeugdliefde en niet jouw eerste grote jeugdliefde. En we gaan het ook hebben over inderdaad het geheim van Star Wars, of één van de geheimen van Star Wars. Al weten we niet of dat het geheim is wat het zo populair maakt. Dat kan ook gewoon de gigantische marketingmachine zijn. We gaan het vooral hebben over wat er wel in Star Wars zit, maar eigenlijk niet echt bestaat. En dan kun je denken, wat er wel in Star Wars zit, maar niet bestaat, dat zijn de lasergeweren, de ruimteschepen en magische krachten. Maar die zaken kunnen bestaan. Laserpistolen en ruimteschepen kunnen bestaan. En als je een beetje flexibel denkt, dan kan magie vast ook ooit wel bestaan. Maar wij willen het hebben over wat er in Star Wars zit, wat niet bestaat en wat ook niet kan bestaan. En dat wat niet bestaat in Star Wars is volgens ons de kern van de saga, waar alles om draait. Dus alle visuele effecten, alle technologie, alle gevechten, alle coole snufjes draaien volgens ons om dat ene ding. En die kern bestaat uit helden en avonturen. En wij gaan proberen uit te leggen waarom het heel belangrijk is dat Star Wars dus draait om helden en avonturen, hoewel dat een banale claim lijkt. En waarom die eigenlijk niet bestaan. En met helden en avonturen bestaan volgens ons ook het goede, het kwaad, het lot en zoiets als in de wieg gelegd zijn ook allemaal niet. Wat er volgens ons niet bestaat is dat mensenlevens verhalen zijn met een begin, een midden, een eind en een coherent plot dat het allemaal aan elkaar bindt. En raar genoeg, als dat niet in de realiteit bestaat, doen ontzettend veel verhalen wel alsof dat bestaat. Sterker nog, ontzettend veel verhalen doen alsof dat de kern van het bestaan is. Niet alleen Star Wars, alle verhalen. Dat gaat om films, dat gaat om literatuur, dat gaat om mythes. Maar het gaat ook om reclames en ook de doodnormale alledaagse manieren waarop wij over onszelf en over anderen nadenken. En al die verhalen trainen onszelf om onszelf en anderen te zien als hoofdpersonen in een narratieve structuur. En via Star Wars willen wij dat vreemde fenomeen bespreken. En de vragen die wij daarbij stellen zijn onder andere, wat zijn dan de componenten van die helden- en avonturenstructuur en wat zijn de effecten van dat constant aan elkaar vertellen, aan onszelf vertellen dat de wereld zo werkt? En we gaan dat doen aan de hand van een aantal fragmenten en een heleboel gepraat. En die fragmenten die komen allemaal uit de eerste 6 Star Wars films, waarvan we gewoon aannemen dat iedereen daarmee bekend is en geen spoiler alerts meer hoeft. Over The Force Awakens gaan we niks zeggen. We spoilen vanavond niet The Force Awakens, maar als we gelijk hebben, spoilen wij alle verhalen. Die je ooit nog zult zien. Dus haat maar. Dat is het doel. En we beginnen aan dat onderzoek met de eerste vraag. Waarom doen wij dit aan de hand van Star Wars en niet aan de hand van een ander verhaal? Dat is namelijk dat wij willen dit doen aan de hand van een idee dat de monomythe heet. Dat is een idee dat door Campbell, een onderzoeker van verhalen, in de jaren 40 en 50 is opgesteld. En hij had het idee dat alle
verhalen in alle culturen, tenminste alle heldenverhalen, belangrijke religieuze en mythologische verhalen, uit dezelfde elementen zijn opgebouwd. Dat zijn elementen als het gaat om een doodnormale held, nog geen held op dat moment, een doodnormaal iemand, die wordt door een kosmische ingreep als hoofdpersoon van een verhaal neergezet, gaat dan met de hulp van een mentorfiguur een bepaalde strijd met een bepaald kwaad aan. En ja, jullie kunnen het bijna zelf misschien wel invullen. Komt dan voor allerlei verleidingen te staan, of toch niet naar de spreekwoordelijke dark side geleid te worden. Gaat daar bijna aan ten onder, maar staat toch weer op en redt de dag. En keert daarna terug naar de normale wereld. Dit idee van de monomythe zag Campbell in alle verhalen, in alle culturen van de klassieke oudheid tot en met nu. Griekse mythen passen veelal in deze structuur, maar ook verhalen uit het Verre Oosten bijvoorbeeld. En ook verhalen die zich nu afspelen. Bijna alle bekende filmfranchises of Disney-films, of noem het maar op, hebben deze structuur. Maar wat maakt, om terug te komen op de vraag die jij me net stelde, Arjen, Star Wars daar nou zo exceptioneel in? Dat is dat George Lucas, jullie allemaal bekend als de schrijver en verzinner van Star Wars, het werk van Campbell ook daadwerkelijk kende. Toen hij bezig was met het schrijven van de eerste film, las hij die boeken en dacht hij van, hey, dit lijkt eigenlijk al op wat ik ongeveer verzonnen heb. Ik ga het expres zoveel mogelijk op die mythologische structuur laten lijken. En hij heeft ook ontmoetingen gehad met die onderzoeker en heeft ook de Star Wars scripts aan hem voorgelegd. En zo is het dus dat wij denken in ieder geval dat Star Wars misschien net iets meer dan andere films zo precies in die verhaalstructuur past. Daarmee zijn wij aangekomen aan het eerste fragment over het eerste deel van die verhaalcyclus, namelijk het vertrek. Het begin van de eerst uitgekomen Star Wars film laat heel goed het begin zien van ieder verhaal altijd. Zoals ik al zei, een doodnormale jongen, in dit geval een moister, een vochtboer, zoals dat zo mooi in het Nederlands vertaald kan worden, die wordt door twee boodschappers van een andere wereld, de zogenaamde herauten, in dit geval de twee droids, C-3PO en R2-D2, in een wereld gesleurd waar een soort roep is om zijn hulp. Vervolgens wordt hij daar door middel van een mentorfiguur die wil hem daarin meenemen. Maar omdat het zo'n vreemde wereld is, zegt de hoofdpersoon in eerste instantie altijd, daar heb ik geen zin in, ik moet terug mijn normale leven leiden. Dat voorbeeld van iemand die uit het normale leven getrokken wordt en in één keer in een mysterieuze wereld, in dit geval gesymboliseerd door de Jedi, door de Force. Iemand die daarin wordt getrokken is iets wat we ook kennen uit verhalen als bijvoorbeeld Harry Potter, die in één keer een tovenaar blijkt te zijn. Maar ook Griekse mythen als, of in dit geval een Romeins verhaal over een soort van Griek Aeneas, die na de val van Troje in één keer uit zijn normale bestaan omzwervingen moet maken. Dus zo zit dat vertrek in elkaar. En zo en dat is dan ook vaak het eerste gedeelte van zo'n saga. Het is ook zo dat Luke natuurlijk wel meegaat en dit gaat doen. En anders was het een vrij korte film geweest natuurlijk. En dan begint het avontuur pas echt.
Want de held is dus door een invloed van buitenaf wakker geschud. En je hoorde in het fragment ook dat zodra het woord The Force voor het eerst in de film genoemd wordt, dat dan langzaam het orkest begint aan te zwellen, zodat de kijker ook weet van oké, tijd voor epische dingen. Geen vochtboeren meer. Dit wordt geen dramatische kunstfilm over hoe moeilijk het op Tatooine allemaal is. Het zou ik kijken? Ik zou het niet kijken. En wat er dan plaats gaat vinden is de fase die volgens Campbell de inwijding heet. En in een traditionele structuur die hij in mythes vindt, gaat het dus altijd erom dat de held moet bekendgemaakt worden met een soort bovennatuurlijk principe of een rijk of een kracht, in dit geval de Force, waar die eigenlijk niet in, waar die nog niks mee kan. Omdat niks uit zijn alledaagse leven heeft hem de middelen gegeven om dat, om daar iets mee te doen. Want dat is iets wat achter de schermen alles aanstuurt en niet in je face. En dat is waar we het tweede fragment voor hebben gekozen. We leren hier een aantal belangrijke dingen. Ten eerste, there's no such thing as luck. Dus we hebben hier te doen met een inwijding in een medium, in een spul, in een principe dat ervoor zorgt dat alles gebeurt. En onze held moet daarop ingeplucht worden, moet daar de agent van worden. Dat is het idee van deze inwijding en dat is ook de rol van de mentor. De mentor die moet het dan een beetje faciliteren, die overgang van het alledaagse naar het niet alledaagse. En wat daar heel belangrijk in is, is een zin die hier ook in zit, dat idee van laat je bewustzijn gaan. Let go of your conscious self. Dat is iets wat in religie heel erg terugkomt. Dat is iets wat in spiritualiteit heel erg terugkomt. Dat is ook iets in verhalen zoals Star Wars en in Harry Potter. Het is het idee dat jouw normale manier van doen gaat je nooit een echt avontuur met heldhaftige dingen erin opleveren. Maar je kunt door een ander ingewijd worden in iets waar dat wel kan. Het is ook de structuur van een heleboel romantische comedies. De hoofdpersoon is iemand die een paar keer teleurgesteld is en die gelooft niet meer in liefde. The Force, die alles. Maar als je daar goed alweer op inplucht door bepaalde toevallige ontmoetingen, dan kan alles toch uiteindelijk weer liefde zijn. Bekende elementen in die inwijdingsprocedure die je in veel verhalen ook zal terugzien zijn bijvoorbeeld de eerste test en het eerste succes. In Star Wars is dat als Prinses Leia gered wordt uit de Death Star, terwijl Luke eigenlijk nog niet zoveel kan. En in andere films over sport is dat het krakkemikkige team wint hun eerste kleine overwinningje. Of in films over Wall Street wordt het eerste miljoen binnengehaald. Het eerste teken van deze methode, wat we hier in die inwijding, in deze geheime taal of deze geheime manier van doen leren, dat werkt. En een tweede element dat daar heel erg belangrijk in is, in de eerste fase van de inwijding, is isolatie. Dat noemt Campbell zelf, noemde dat the belly of the whale, naar het Bijbelboek Jona. In Star Wars is het allemaal iets minder elegant. Daar is de trash compactor, als ze bijna samengedrukt worden. En in andere films zijn dat bijvoorbeeld de verlaten sportschool, waarin Rocky helemaal geïsoleerd moet trainen. Of de vergaderruimte, waarin de eerste briljante ideeën van de jonge Wall Street handelaars op de tafel komen. Een ander belangrijk element waar we een fragment van willen laten zien, is dat er tijdens die inwijding altijd een neiging is bij de held om eruit te stappen, om terug te gaan, om iets aan zijn alledaagse leven te fixen, zijn of haar alledaagse leven. En dat is iets wat in het grote plan der dingen, in het kosmische plan, heel banaal is, maar voor de hoofdpersoon heel belangrijk. Je moeder is ziek en je moet er wat mee. En in het geval van Luke is dat als zijn vrienden in de problemen zitten, terwijl die bij Yoda in training is. En dat willen we ook even laten zien. Ja. In het equivalent hiervan in films zonder mystieke lading is bijvoorbeeld de sportheld die met een blessure te vroeg toch nog weer alweer het veld opgaat enzovoort. Los van deze elementen is een bekende trope van de inwijdingsprocedure is natuurlijk de montage. Hè? Het moment waarop er even goed à la het E-team iets in elkaar geknutseld moet worden, dat je daar een paar flitsen van ziet, of dat er een sport beoefend moet worden, of dat een heleboel financieel succes behaald moet worden. Dat zie je dan in een paar flitsen voorbij komen. Dat moet dan de kijker leren van dit is een lange periode van hard werk geweest. En dan gaan we gelijk naar het volgende fragment, want volgens Campbell zit er een dieptepunt
in de inwijding en dat noemt hij de abyss. Het punt waarop alles mis lijkt te gaan. Ik heb het altijd vreemd gevonden hoe hij daar opeens naar links afbuigt. Ik besef me nu pas dat het... luchtstroom. Oh ja. Maken, wat maar in de geval, lucht zijn. Dit is de abyss. Hè, de afgrond. En dat is de symbolische dood van onze held. En als je je een cirkel voorstelt, dus het begint met het vertrek, daarna begint de inwijding. En op een gegeven moment zal de held dus met zijn nieuwe vaardigheden en zijn nieuwe missie terug moeten komen om het kwaad te verslaan. Of om de prinses te winnen of de schat te vinden, dat maakt niet zoveel uit. Maar op dat dieptepunt lijkt alles mis te gaan. En natuurlijk klimt de held daaruit, dus het is een soort reïncarnatie die daar plaatsvindt. Dat zie je natuurlijk ook in heel veel religies, met bijvoorbeeld de figuur van Jezus, of in het idee van reïncarnatie zelf. Je ziet het symbolisch als Odysseus de onderwereld moet bezoeken. Het hoeft ook niet mythisch te zijn. In veel films is het dat de tegenstander lijkt even te winnen. Er is een soort dieptepunt waarin iedereen met de handen in het haar terecht komt te zitten, waarop alles mis lijkt te gaan. In het verhaal dient dit om duidelijk te maken dat er echt iets op het spel staat. De vijand blijkt meer te zijn, sterker te zijn dan we eerst dachten. Hij blijkt zelfs de vader van de held te zijn. Maar natuurlijk begint daarna de terugkeer. En in de terugkeer in Star Wars komt Luke natuurlijk terug als Jedi, net zoals Odysseus terugkeert naar Ithaca als man met de skills om zijn eigen eiland en vrouw terug te gaan winnen. Wat hier belangrijk aan is, is dat aan ons gesuggereerd wordt dat de held en zijn of haar kompanen dit allemaal voor elkaar hebben gekregen, maar niets is minder waar. We moeten ons namelijk herinneren dat het een kracht is van buiten, die in mythes, volgens Campbell, alles aanstuurt. Feitelijk zit de held gewoon vast aan touwtjes en doet hij of zij niet zoveel zelf. Het lijkt allemaal heel dramatisch, maar dat kan het geval niet zijn. In die terugkeer zien we natuurlijk ook allerlei stereotypische elementen. Het kwaad wordt verslagen, de prijs wordt gewonnen, de grote liefde wordt veroverd. Andere typische elementen zijn boetedoening door de slechterik. Een feest, zoals dus met Darth Vader gebeurt. Een feest vieren met vrienden en geliefden om de boel even duidelijk te maken dat het klaar is. Zoals we in het Ewok extravaganza zien in de laatste oude films. Weten we ook waarom dat is toegevoegd. En een hele belangrijke element is de suggestie dat de balans hersteld is. In Star Wars ligt dat er, om redenen die Simon heeft uitgelegd, super dik bovenop. Hè? Bring balance to the force. Maar ook in andere films, of dat nou romantische films of comedies of oorlogsfilms zijn, het eindigt met het idee dat de wereld is weer zoals die hoort te zijn. Er zijn geen verstoringen meer. Alles is oké en ze leefden nog lang en gelukkig. Simon? Eerst nog het volgende fragment. Daar wil je gelijk met het fragment beginnen en dan iets? Ik wil gelijk met het fragment beginnen. Het volgende fragment, graag. Ik heb trouwens altijd gedacht dat Yoda zei, I've encountered a virgin in the Force. En ik besef me nu voor het eerst dat dat niet over Anakin... Het is een onderbreking. Dat is precies waar ik het inderdaad over heb. Want dit fragment illustreert heel goed hoe ontzettend weinig invloed de personen in het verhaal op het verhaal hebben. Je hebt de Force, een mystieke kracht. Die wil zelf balans in zichzelf creëren. Creëer daardoor een Virgins in the Force. En er zit ook het hele element waar nogal veel kritiek ook op is geweest, dat Anakin, de vader van Luke, dus onbevlekt ontvangen zou zijn door de Force, zonder vader. En dat hij daarmee die profetie zou vervullen. En dat soort cliché-elementen, dat worden ook wel archetypes genoemd. En die zie je er dus een heleboel langskomen. We hebben in de beschrijving van het verhaal al de mentor gezien. Maar wat ook bijvoorbeeld een hele belangrijke is, is precies dat de grote twist, Darth Vader is de vader van Luke, eigenlijk het meest cliché element is. God was de vader van Jezus en ook Achilles had bovennatuurlijke ouders die dingen
orchestreerde. En zo zie je dat die figuren hetzelfde zijn. Je hebt een orakel, in dit geval is dat Yoda, die uitspraken doet. Nee, als je nu weggaat, dan zal de dark side het winnen. Je hebt verleidingen, zoals die verleiding die Darth Vader presenteert aan Luke. Van nee, kom met mij mee, dan kunnen we alles precies zo maken als jij het wil. Een heleboel clichés dus, of met een mooi woord, archetypes. En zo zaten die verhalen in elkaar. Maar waarom was dat volgens Campbell zo? Hij beschrijft vooral samenlevingen uit het verleden. En hij dacht dat die verhalen een bepaald doel hadden. Namelijk om mensen te instrueren over wat hun rol was in de religieuze samenleving. Dus te laten zien. En dan is bijvoorbeeld zo'n inwijding, is letterlijk een soort inwijding in een geloof. Van kinderen zijn alledaags, maar op een gegeven moment komt er een soort van rite of passage en worden ze opgenomen in de religieuze gemeenschap. En daar komt ook een heel belangrijk onderscheid tussen natuurlijk goed en kwaad en hij en wij en zij uit voort, dat daar allemaal mee samenhangt. Een kosmische orde die de besluiten neemt en in al die samenlevingen een belangrijke rol speelt. Kortom, deze verhalen zijn eigenlijk een beschrijving van hoe het echte leven van mensen in elkaar zit. Het is een soort uitvergroting, in het geval van symboliek, van een proces dat wij allemaal doorlopen in ons leven. En daar komt ook de tijdloosheid en de universaliteit vandaan. Dat is de reden dat in alle culturen die verhalen op een andere manier voorkomen, omdat in alle culturen mensen toch dezelfde levensloop hebben. Maar de vraag is dan, zo ging dat vroeger in die culturen die door hem beschreven werden, maar hoe zit dat nu dan? Ja, en laat daarbij dus duidelijk zijn dat wat wij nu vertellen is wat Campbell zegt. En we komen zo op wat wij daar zelf over te zeggen hebben. Campbell zegt, de zaken zijn nu veranderd. En wat er vooral volgens hem veranderd is in moderne westerse samenlevingen, is dat het idee dat we af en toe geroepen worden tot het heldendom door een externe orde, of die nou spiritueel is, of dat het de geschiedenis zelf is, of het lot, of hoe je het ook wil noemen, dat weg is. Campbell schrijft het aan het begin van de 20e eeuw. Hij zegt, dat gaat er in westerse samenlevingen uit. Wat blijft er dan over? Wat er overblijft is dat het individu het zelf moet doen. Dus de structuur van die cirkel, hè, heldendom, het leven wordt een avontuur, je hebt het vertrek, je hebt de inwijding, het dieptepunt en de terugkeer, die verandert niet. De force bestaat niet, magie bestaat niet, het lot bestaat niet en de goden die Griekse helden inspireren bestaan ook niet. En niemand is dus de uitverkorene van een bepaalde kracht, van een lot of een bovennatuurlijk wezen. Maar de cirkel blijft hetzelfde. En dat kun je ook heel goed zien aan het feit dat zelfs de meest onprettige delen van de cirkel nog steeds alomtegenwoordig zijn in hoe wij over onszelf praten. Wij denken bijvoorbeeld vaak dat je moet lijden om succes te hebben. Die abyss. Dat mensen die echt hebben afgezien, dat die weten waar ze het over hebben. Mensen die zondagskinderen zijn, waarbij alles altijd maar lekker gaat, daar denken we van dat ze op de een of andere manier vals spelen of hun succes niet verdienen. Wie niet lijdt, heeft niet echt geleefd. Is niet op dat dieptepunt van die cirkel geweest. Maar we smeren onszelf in allerlei domeinen nog steeds deze monomythe aan. Als een stappenplan naar succes en geluk. En we maken het ons daar zelf een beetje moeilijk mee. Want in de oude situatie had ik niks te maken met of ik een held zou zijn of niet. Simon heeft het net uitgelegd. Het is de kosmische orde, of wat dan ook, die jou verkiest. Dus als je geen held was, dan hoefde je daar niet heel druk om te maken. En je kon je wel spiegelen aan helden, want ze gaven het goede voorbeeld. En je kon die heldenverhalen gebruiken om jouw positie in het geheel te begrijpen. Maar je hoefde niet zelf de held te zijn. Dat was oké. Dat waren een select few. Nu is dat anders.
Nu moet jij zelf zorgen dat je de held wordt en dat je in die cirkel terechtkomt. Helden kunnen nu doodnormale mensen zijn en onze helden zijn nu presidenten en bekende muzikanten waarvan alsmaar benadrukt wordt dat ze net zo zijn begonnen als jij en ik. Dus vroeger was dat cirkel een soort wiel dat zelf mensen in zich trok en ze aandreef. Maar nu, als de monomythe veranderd is, zoals Campbell zegt, zijn wij zelf een soort hamster die dat wiel op gang moet brengen. En waar is dan die roeping door vervangen? Dat is ook nog even belangrijk, hè? Dat idee dat de externe kosmische orde jou roept. Dat is geïnternaliseerd naar een voorgevoel voor een gat in de markt. Of een reis waarop je jezelf gaat leren kennen. Of het tegen het lijf gaan lopen van de ware. De mentorrol is ook intact gebleven, zie de zelfhulpboekenmarkt. En de inwijdingsfase is intact gebleven. He, want wie wilde nou niet horen bij een exclusief genootschap van beroemdheden? Of de kekke traders uit Wolf of Wall Street? Of de politieke elite uit House of Cards? Of überhaupt van alles doen om er maar bij te horen, waar dat er ook is. Dus de monomythe is geïndividualiseerd. Campbell merkt op, iedereen blijft met dat probleem zitten. Iedereen kan verzinnen dat je in de wieg gelegd bent, of moet zijn, voor iets groots en iets geniaals. Dus Mozart was in de wieg gelegd voor muziek. Michael Jordan was geboren voor basketbal. Aan de president zag je vroeger altijd al dat hij het ging worden. Of groter nog, complete landen en volken definiëren zichzelf in termen van een soort voorbestemd zijn om te bestaan, een bepaalde missie hebben in de wereld en het moeten vervullen van een bepaalde lotsbestemming. Dus hoezeer we ook niet meer geloven dat we, zoals een Luke, door de Force worden uitgekozen, we spelen dat spel nog steeds. Het probleempje wordt, een ander aspect daarvan is dus ook dat niks voor ons meer banaal is. Vroeger kon je denken, ik ben niet een van de helden. Voor mij heeft alles gewoon een alledaagse betekenis. Maar zodra je zelf een van de helden zou kunnen zijn, kan een boek zoals Eat, Pray, Love jou gaan verzekeren dat zelfs de meest alledaagse rituelen een diepe spirituele betekenis hebben die het coherente plot van jouw leven tot nieuwe ongekende niveaus van fijnheid gaan brengen. Dat is een lange zin. Ja. Kortom, de monomythe die we in Star Wars zien is op heel veel manieren nog steeds zeer aanwezig. En wij willen nu graag overschakelen naar twee filosofen die ons daar volgens ons wat over kunnen vertellen. En we zijn het zelf niet. Ja, ik wil nog een ander voorbeeld geven om bij jou aan te sluiten. Namelijk, wat ik een hele goede vind, is die oprichters van bekende internetbedrijven die dan allemaal drop-outs zijn. Van, die hebben een soort natuurlijke levensloop. Van, hè, je gaat naar de middelbare school en dan ga je naar de universiteit. Maar die zijn allemaal daar uitgebroken. Zijn dus uit het alledaagse ding gegaan. Daar begint die cirkel. Zijn door een diep dal gegaan, want natuurlijk ben je eerst in je garage. In je garage een lowlife met een droom. En die droom die komt uiteindelijk uit een destiny. Dat is nog beter. Dus ondanks dat de destiny meer van boven komt, is het idee van destiny nog wel. Is het idee van avontuur er nog wel? Want dat is denk ik hoe wij ook die term avontuur, daar kom ik zo ook nog op terug, willen gebruiken. Een avontuur heeft een duidelijk beginpunt en gaat duidelijk ergens naartoe. En daar eindigt het ook. En dat is uiteindelijk inderdaad wat die filosofen dan gaan bekritiseren. We gaan het nu inderdaad hebben over kritiek op dit beeld. Aan de hand van twee Franse filosofen, Jean-Paul Sartre en Gilles Deleuze. En ook hun filosofische tijdperk begint aan het eind van de 19e of het begin van de 20e eeuw. Dan begint met wat we ook wel eens de dood van God noemen in de samenleving het idee dat er universele waarden zijn, dat er ergens vast ligt wat het goede is, dat er ergens vast ligt hoe wij ons leven moeten leven, dat er ergens vast ligt waar de wereld naartoe gaat, dat geloof daarin wordt opgeheven en wordt vervangen door andere ideeën. Bijvoorbeeld ideeën dat de mens het zelf maar moet rooien. Alleen, je zou kunnen zeggen van dat hele idee zit
ook al bij Campbell erin. Namelijk het idee van boven wordt vervangen door het idee van binnen. Maar wat is nou juist het idee? Deze mensen bekritiseren ook de structuren van avonturen zelf. De slogan avonturen bestaan niet wordt geuit in de roman De Walging van Sartre. Hij had het idee dat mensen juist heel erg proberen om hun leven zoveel mogelijk op een verhaal te laten lijken, omdat ze niet konden leven met de realisatie dat hun leven eigenlijk helemaal nergens naartoe ging en dus geen avontuur in zich had. Ik lees voor. Dit is wat ik dacht. Om van het meest alledaagse voorval een avontuur te maken, hoeft het alleen maar aan een ander verteld te worden. Daardoor worden de mensen misleid. Ieder mens is een verhalenverteller. Hij leeft omringd door zijn eigen verhalen en de verhalen van anderen. Hij ziet alles wat hij meemaakt in het licht van die verhalen en hij probeert zijn leven te leven alsof hij het vertelde. Maar je moet kiezen of delen, leven of verhalen vertellen. Als je dingen meemaakt, dan kun je altijd achteraf daar een bepaalde structuur op plakken. En natuurlijk achteraf is het dan zo dat je ergens mee begon en dat dat leidde tot een bepaald doel en het dus die structuur lijkt te hebben. Maar dan is het niet zo dat het leven zelf een dergelijke structuur heeft. Dan creëer je die structuur door dat verhaal te vertellen. En bovendien zegt het niks over je toekomst. Want je weet helemaal niet wat het beginpunt was van dat verhaal, wat je eventueel in de toekomst over het heden gaat vertellen. Misschien is dit wel mijn inwijding in een bepaalde orde waar ik nu nog niks van af weet. Maar misschien is het ook wel niet zo. En zo bouwde hij dat af. Hij wilde uiteindelijk naar een idee toe dat wij zelf ons eigen leven vorm moeten geven. Maar daardoor moeten die structuren allemaal zelf wel verdwijnen. Dus behalve van het idee dat onze avonturen ontstaan vanuit een bovennatuurlijke orde, moeten we af van het idee van avonturen zelf. En bij de filosoof die mijn Sartre is, Gilles Deleuze, ook een Franse filosoof uit de vorige eeuw, komt iets soortgelijks aan bod. Hij publiceerde in 1972 met een collega het beroemde boek Anti-Oedipus. Wat over vrij veel dingen gaat, maar het facet wat ik vandaag wil belichten is dus precies dat Anti-Oedipus een tirade is tegen Oedipus. Wie is Oedipus? De mythische koning van Thebe die al te horen heeft gekregen: je zult je vader doden en je zult je moeder huwen. En wat zich bij Freud in de psychoanalyse vertaalt naar het idee van een theorie over seksualiteit, waarin de hoofdrollen gespeeld worden door een bepaalde agressie naar de vader en een bepaald verlangen naar de moeder. En wat er voor Deleuze in allebei de gevallen belangrijk aan is, in de psychoanalytische en in de mythische variant, is dat er in allebei de gevallen een complex of een bepaalde structuur is die van tevoren al in detail vastlegt wat Oedipus gaat doen. Of dat nou Oedipus de mythische koning is, of iemand met het Oedipus-complex op de bank van zijn psychoanalist. Dus al het gedrag dat geuit wordt, alle handelingen in een mensenleven, zijn slechts manifestaties van een plan dat iemand anders al van tevoren had kunnen zien aankomen. In het geval van de tragedie, het publiek. In het geval van Oedipus in de psychoanalyse, de psychoanalyst. Campbell is overigens wel een groot fan van psychoanalyse en zegt: als we naar Freud en Jung kijken, zien we dat ook in de structuren van het onbewustzijn voor de hele mensheid geldt dat de monomythe werkt. Dus Campbell zou zelf nooit zeggen bijvoorbeeld: jij kan alleen maar de monomythe zien. Ik kan alleen maar de monomythe zien omdat ik een westers paradigma loslaat op alles en iedereen. Hij ontkent dat actief, maar dat terzijde. Wat is het probleem met Oedipus, volgens Deleuze? Het probleem is: ben je gelukkig, dan betekent dat dat je Oedipus-complex succesvol hebt doorlopen of er enigszins succesvol mee aan het dealen bent. Ben je ongelukkig,
dan ben jij je aan het verzetten tegen de structuur van het Oedipus-complex. In andere woorden, als je gelukkig bent, ben je gelukkig dankzij het Oedipus-complex, wat jij succesvol gebruikt, wat je succesvol doorloopt. Als je ongelukkig bent, is het echter niet de schuld van het Oedipus-complex, maar dat van jou. Want je had ervoor behandeld kunnen worden. In een ander kader dan de psychoanalyse, wat een kader dat misschien bekender is, zie je dat ook bij zelfhulpboeken. Zelfhulpboeken suggereren ons dat geluk en succes een vaste structuur hebben die we kunnen vertalen naar 7 of 12, en als je mazzel hebt zelfs maar 3, kleine, simpele stappen die jouw leven radicaal kunnen veranderen. Lukt dat, dan lukt het dankzij het zelfhulpboek. Lukt het niet, dan is het mijn schuld, want ik heb het zelfhulpboek dan niet genoeg begrepen. En volgens Deleuze is dit soort retoriek pure kwakzalverij. Daarom is het ook retoriek. En het werkt niet alleen psychologisch. Het sluipt dus volgens hem, net zoals in Campbell, overal door in onze verwachtingspatronen over elkaar. Vandaar het punt over zelfhulpboeken. En Deleuze's punt zou dus ook zijn: avonturen bestaan niet, tenminste niet in de zin dat u een soort verhaal doorloopt wat binnen een bepaalde structuur al vaststaat. U bent niet op een soort rails geplaatst waarin zich nu het verhaal van je eigen leven zich afspeelt, net zoals u naar een film zou kijken. En op dezelfde manier zouden helden niet bestaan. Het pad van de held bestaat niet, want geen enkel element uit uw leven is in de realiteit iets heldhaftig baars. Tenzij, en dat is het punt wat hij gemeen heeft met Sartre, dat achteraf over jezelf verteld wordt. Dus, stel je zegt, toen ik op reis ging, toen ik mijn wereldreis ging maken in Australië, toen heb ik de ware ontmoet. Dan is de romantische suggestie is dat je dankzij de wereldreis de ware hebt ontmoet. Dat er iets was aan de wereldreis wat al aan de ware zat gekoppeld. En dat is natuurlijk raar. Want in een vliegtuig naar Nieuw-Zeeland zitten, daaraan zit natuurlijk niks de ware ontmoetachtigs. Dat bestaat niet. Die twee dingen, zoals in een avontuur, in een avontuur zouden die twee dingen naadloos in elkaar overlopen en met elkaar te maken hebben. Ze zouden naar elkaar verwijzen. En volgens filosofen als Deleuze en Sartre staan ze los van elkaar en worden ze door contingente gebeurtenissen af en toe tegen elkaar aangesmeten. Dat is prima. Waardoor je wel eens de ware kan ontmoeten in Nieuw-Zeeland. Maar het is niet zo dat dat een vooropgezet plan is dat zich afspeelt. Er zit een goede woordspeling op afspelen voor het volgende fragment. Dan willen we graag het volgende fragment. Maar niet uit. Kort fragment. Ja, hier neemt Obi-Wan Kenobi de lightsaber mee om het eerste fragment die weer aan Luke te geven. Dus wij hebben nou ook een mooie cirkel volbracht. Er zijn heel veel verschillende interpretaties van Star Wars en hoe we precies om moeten gaan met die hele profetie en of die nou uitgekomen is of niet. En zo ja, bij Anakin of Luke Skywalker. Maar op dit moment is er voor Obi-Wan Kenobi een illusie doorbroken. Hij leefde het leven alsof het een avontuur was, waarin hij het mentorfiguur was. Maar het liep dit keer niet goed af. En dat brengt ons terug, brengt ons eigenlijk naar onze conclusie. Dat is namelijk, niet alleen is het zo dat als wij afgaan van die universele structuren, dat we dan ook af moeten van de structuren in onze levens. Het is ook zo dat, hoewel wij misschien denken, zoals Sartre ook bijvoorbeeld bekritiseert, dat dit ons houvast biedt in het leven en het juist fijn is om je leven op zo'n manier in te delen, kan het ook zorgen voor een heleboel problemen. Een heleboel dingen die juist niet gaan, omdat je bepaalde verwachtingen krijgt van het leven. Ja, de kwalijke effecten van de monomythe, daar komen we nu op. Of zelfs maar van delen van de monomythe. We hebben er al een paar gehoord, hè. Eén probleem, we kunnen het ook gewoon problemen noemen. Eén probleem is dus die democratisering. Vanaf het moment dat iedereen in principe een avontuurlijk leven kan hebben, en dat niet alleen maar voor de happy few die door de goden of iets dergelijks gekozen worden weggelegd is, kun je je dus flink schuldig gaan voelen over jezelf. Kun je ze best wel miserabel gaan voelen over waarom jouw leven dan niet zo avontuurlijk is, als jouw leven dat ook zou kunnen zijn.
Dus die democratisering heeft ook het probleem dat iedereen een soort minderwaardigheidscomplex kan leiden. He, omdat je kan streven, niks staat jou in de weg, naar een optimaal avontuurlijk leven zoals je dat in reclames en in films ziet. Een tweede probleem is dat het een onterecht, of gerelateerd probleem, een onterecht verwachtingspatroon creëert. Zoals Simon net zei, aan het begin. Nee, als je gelooft in avonturen en helden, dan denk je dat het begin de toekomst al in zich draagt. Dat is de fout van Obi-Wan. Obi-Wan heeft gehoord, Anakin is the one. De prophecy gaat over hem. Hij heeft de hoogste midichlorian count enzovoort. Dus Obi-Wan heeft geleefd in het rotsvaste geloof dat het einde goed zou zijn. Maar niets in de wereld zorgt er natuurlijk voor. Niets garandeert dat de projecten en plannen die wij allemaal hebben goed zullen eindigen. Dat is een belachelijke gedachte. Het is een hele fijne gedachte. Ik ga er graag vanuit dat allerlei dingen die ik aan het doen ben, dat die lukken. Maar er is geen garantie naar de toekomst toe. En wat we vaak ook doen is vals spelen naar het verleden toe. Dus we komen op een bepaald punt aan en dan gaan we doen alsof alles in het verleden in dienst stond van de toekomst. Een aankondiging was van de toekomst. Bijvoorbeeld de gedachte dat al je liefdes uit het verleden lessen waren die nodig waren om uiteindelijk bij je huidige partner te eindigen. En dat is natuurlijk niet zo. Ten eerste. Helaas. Ik zal ook uitleggen waarom niet. Ten eerste neem je dan niet je eigen verantwoordelijkheid, want je hebt het zelf verneukt. En niet de kosmos. En ten tweede is het ook niet eerlijk ten opzichte van uw huidige partner, die eigenlijk dan gewoon de versie 2.0 is van alle vorige gefaalde pogingen. Dus zo werkt het gewoon niet. Het is niet alleen dat we beter niet hoeven te willen dat het niet zo werkt. Het is ook gewoon dat de werkelijkheid niet zo werkt. Een derde voorbeeld is ook het gevoel wat we allemaal kennen dat iets waar we hard aan gewerkt hebben, waar we veel tijd en moeite in hebben gestoken, soms zelfs jaren. En als dat dan mislukt, dat het dan op de een of andere manier onrechtvaardig is. Dat is een compleet natuurlijke manier van zoiets onder woorden brengen, want zo voel je. Maar zo is dat natuurlijk niet. En niks in de wereld zorgt ervoor dat je moet garanderen dat u een goede afloop heeft met wat dan ook. In al die gevallen, in al die voorbeelden, schrijf je iets toe aan de werkelijkheid dat er niet in zit. Je wil wel dat het erin zit, want als het erin zat, dan zou het ervoor zorgen dat alles goed met je afloopt. Maar het zit er niet in. Een ander probleem is dat de heldenavonturenstructuur werkt middels legitimatie via irrationaliteit. Herinner het eerste fragment, hè? Luke, let go of your consciousness of iets dergelijks. En je moet je instinct gebruiken en je moet het aanvoelen. Dit is iets wat sekteleiders en religieuze fanaten ook roepen. Die zeggen dat ze in dienst staan van een hoger plan dat niemand anders kan begrijpen. Een minder heftig geval heeft Simon al genoemd. Dat is ook de drop-out mythe. Dus voor iedereen is het eigenlijk goed om gewoon een opleiding te genieten. Maar als je het echt aanvoelt, dan ga je in je garage zitten tinkeren en dan komt het succes wel. Wat dan natuurlijk vergeten wordt, is dat er voor elke Steve Jobs 100.000 mensen zijn die in hun garage hebben zitten tinkeren en waar niks mee gelukt is. Een volgende probleem, er zijn niet zo heel veel problemen meer hoor, nog een stuk. Is dat je niet eerlijk bent tegen mensen met succes en je bent ook niet eerlijk tegen mensen zonder succes als je gelooft in avonturen en helden. Als je bijvoorbeeld gelooft dat Mozart in de wieg was gelegd voor de muziek, dat het zijn lot was, dan geloof je niet dat Mozart heel hard heeft gewerkt om te komen waar hij is. En het suggereert ook dat al je eigen werk wel eens zinloos zou kunnen zijn als je niet in de wieg bent gelegd voor iets. Als jij het talent eenmaal niet hebt, dan maakt het niet zoveel meer uit. En als laatste wat ik wil noemen is dat wij mensen die we zien als helden, laten we wegkomen met ongelooflijk veel zaken waar we zelf niet mee wegkomen. We maken daar uitzonderingen voor.
Ja, zie bijvoorbeeld politici of atleten of beroemdheden die misdaden begaan. Die aangeklaagd worden voor verschrikkelijke dingen. Die op het vliegveld aangetroffen worden met harddrugs of softdrugs. En daar wordt altijd een uitzondering voor gemaakt. Waarom? Voor een deel zijn daar, laten we zeggen, seculiere redenen voor. Maar voor een ander deel is dat toch de suggestie die altijd gewekt wordt dat iemand die heldhaftig is op de een of andere manier zich op een pad bevindt waar iets speciaals gaat gebeuren en waar wij ons als normale stervelingen niet al te veel mee moeten bemoeien. Dus er zijn, kort gezegd, nogal wat haken en ogen aan dat op het eerste gezicht romantische idee van helden en avonturen. Ik doe me ook heel erg denken aan de afkliniek als dieptepunt waar je dan doorheen moet. En dan vinden we die mensen zo moedig dat ze dat Ja, als wij aan de crack gaan, dan worden we gewoon in de gevangenis gegooid. Maar als een beroemdheid aan de crack gaat, dan mag je naar een luxe kuuroord. Omdat je een speciale sneeuwvlok bent. Dat je teruggekomen bent. Ja. En daar komt natuurlijk ook, die voeg ik toch nog eventjes toe, het hele idee helden. Dan heb je natuurlijk ook schurken. Het wordt natuurlijk ook gebruikt van de propagandamachine van de heldhaftige soldaten tegen de schurken in het Midden-Oosten of noem maar een plek die ten oosten van hier ligt. Maar dat is belangrijk, want het is dus inderdaad het is een structuur die ons niet alleen fijn doet voelen over ons eigen leven. Het is ook een structuur die kan dehumaniseren. Want voor elke Luke Skywalker zijn er honderden, duizenden anonieme stormtroopers nodig die neergemaaid kunnen worden. En net zoals Luke slechts een representatie is van die goede kant van de Force, zijn die stormtroopers namelijk slechts een representatie van de slechte kant van de Force. En daarom mogen ze neergemaaid worden. En als bijvoorbeeld Bush het over bepaalde Oosterse landen heeft als de Axis of Evil, is precies hetzelfde propagandamechanisme aan het werk. Precies. Bedankt. Dus, nou is een heleboel kritiek geweest op al die verhalen. En de vraag is dan natuurlijk, wat moeten we er dan wel mee? Ik zou hier niet staan om met Star Wars fragmenten in mijn Star Wars shirt om nou te zeggen van hou ermee op. Ga alleen nog maar gaan we naar huis. Alleen nog maar The Office kijken. Een mooi voorbeeld van een avontuurloos verhaal. Nee, maar wat wij wel willen zeggen is inderdaad, als je de logische conclusie trekt dat er geen universele begrippen meer zijn, geen universeel goed en kwaad en noodlot en dit en dat, moet je je leven ook niet zo leiden. Maar je moet je leven ook niet zo willen leiden. Er is niet één structuur waarin al onze levens bevinden. En we moeten ons inzien dat we door verhalen slechts schijnstructuren creëren. Kortom, we moeten realiseren dat een verhaal niet de werkelijkheid beschrijft, maar een verhaal en het verhalen vertellen wat wij over onszelf en over anderen doen, de werkelijkheid structureert. Een structuur die werkelijkheid daarvoor nog niet in zich had. Avonturen bestaan niet en misschien moeten we ze ook niet willen beleven. Gewoon geen helden worden. Daar laten wij het bij.